Spelen in de muziekband, popidool worden, wie droomt er niet van? Voor 7 muziektalenten uit Teteringen kwam deze droom uit. Zij vormen samen de band What's Up. Hou jij van muziek en wil je alles te weten komen over deze band? Blijf dan kijken voor meer. Vertellen over hoe de band Was Up is ontstaan? Enkele ouders van onze bandleden die hadden een heel goed idee om een bandje op te richten. En wij allemaal vonden dat hartstikke leuk, waardoor wij dus Was Up zijn geworden. Wat vinden jullie zo leuk aan muziek maken? Je kunt er gewoon je energie insteken. En als iets heel goed klinkt, dan is het toch wel echt tof om het te laten horen aan anderen. Zien jullie zelf je muziek of spelen jullie ook muziek uit de top 40? Wij spelen alleen muziek van de top 40, zoals Happy en Uptown Funk en Treasure. Maar zelf liedjes schrijven, daar zijn we nog niet aan begonnen. What you are, honey, you're my golden star. And I can make my wish come true, if you let me treasure you. Zijn jullie aan het repeteren voor de band battle in de West? Wat is een band battle? In de band battle strijden 8 verschillende Breda'se bandjes tegen elkaar om een prijs en om een titel. En wij zijn de tweede voorronde en er doen 8 bandjes mee en wij zijn de jongste van allemaal. En we hebben er heel veel zin in. Tegen wie moeten jullie spelen en wat verwacht je van die avond? Wij moeten spelen tegen 3 verschillende Breda'se bandjes van verschillende scholen. En we verwachten een hele leuke en spannende avond. En ja, winnen natuurlijk. Hebben jullie er zin in? Ja, wij hebben er heel erg veel zin in. En alleen we vinden het wel heel spannend omdat de concurrentie heel hoog is, omdat er heel veel goede bandjes zijn. En ja, we gaan gewoon ons best doen. Wat gaan jullie vanavond spelen? Nou, wij gaan popmuziek spelen en veel liedjes uit de top 40, zoals Love Me Again. Dankjewel. Succes! De jury heeft geprobeerd te letten op een aantal items, factoren, dingen zoals jullie het beleven als publiek, zo beleven wij het ook. Wij letten op het totaal van de band, podium presence, instrumentbeheersing, zuiverheid, ritme, repertoirekeuze, is het gewaagd of is het heel erg braaf? Durf je nog wat als je staat te spelen? Heb je interactie met elkaar? Verzin je ter plekke nog wat? Ben je als individualist, trek je een band mee of doe je het met z'n allen? Nou ja, dat zijn best heel veel dingen die een overleg wel heel spannend maken. Het blijft moeilijk, maar we hebben een keuze gemaakt. En als bands nu zo meteen vinden
dat ze graag onze mening nog horen over hoe hun optreden was. Dan kan dat. Wij blijven nog even en spreken ons gerust even aan. Dan proberen wij uit te leggen hoe we naar jullie optreden hebben gekeken. In willekeurige volgorde, de bands die op 17 april naar de finale gegaan, dat zijn de twee die wij vanavond kiezen. En de eerste is The Other Sound. En ik kan je verzekeren, het is natuurlijk zo, de ene band die heeft meer publiek en de andere band minder publiek. Wij zijn totaal ongevoelig voor dat soort omstandigheden. Dus wij kijken puur set naar de bandjes. Ik zie die mevrouw knikken, je hebt groot gelijk. Goed zo, mevrouw. Als jij dadelijk voor mij gaat staan, al die mensen, dan vind ik het prima. De tweede band, What Up! Super en we hebben gewoon echt ons best gedaan en gewoon voor geknokt en ja, en we hebben gewoon gewonnen. Dat is super. Wat denken jullie 17 april te bereiken? Ook zeker te winnen, maar we gaan eerst nog echt heel goed oefenen. Ja, wat nog meer? Gewoon, we gaan gewoon weer proberen te knokken en gewoon echt te winnen. Wow, dat was een spannende avond. Wil jij je talent laten zien of meedoen in een battle? Ga dan snel naar www.chatime.nl. Laters!